het is niet leuk om zo dik te verliezen. En zeker niet in eigen land. Maar ja, ik heb het bij wijze van spreken nu al geaccepteerd. Omdat je gewoon weet dat het tegen dit soort gasten kan gebeuren. Kijk, als het tegen een jongen staat die 50 staat, dan is het natuurlijk veel lastiger te accepteren. Maar als deze jongen eenmaal goed speelt, ja, dan is die heel moeilijk te stoppen. Heel moeilijk. Ik denk dat je die wedstrijd op één hand kan tellen die ik sowieso in mijn hele carrière kansloos heb verloren. En dat is tegen Berdych twee keer geweest, tegen Djokovic twee keer, tegen hem nu. Nou ja, dan misschien nog 3-4 wedstrijden in totaal, meer niet. Dus dat is kloten. En alleen niks aan te doen, dat kan gebeuren. En het is ook, ik zie het niet als een afgang of zo, dat ik nu zo hier zo dik heb verloren.